Nou, er is weer zoveel binnengekomen van student Loes dat ik gewoon gelijk ga beginnen. Ik begin met de set die ik zelf aan heb. Ik heb de taupekleurige broek aan met de rechte pijp. Er zitten mooie biezen overheen. Daarop heb ik de taupekleurige top aan met het V-halsje. En het is een kort mouwtje, leuk in de satijnstof. De blazer heb ik erover aangetrokken. Ik heb hem lekker aangetrokken met een printje, wat ik vind dat leuk. Donkerblauw zit erin en het aquablauw en die taupekleur. Maar wil je het nou wat rustiger, kan je natuurlijk ook heel mooi tonsoeton dragen. Met die mooie blazer en dan die mooie top eronder. Ik ga even naar de dames hiernaast. Deze dame heeft een hele mooie jas aan. Er zit een goud draadje aan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal het een beetje zo houden. En die hebben wij gecombineerd met de flair van Anneloes. Met het streepje en daar ook weer leuk bij die zakken, die gouden knoopjes. De dame daarnaast, die heeft dezelfde print als ik met de blazer. Daar heeft ze een broek van aan en een losse top. De broek is een iets aangesloten model, een modelletje, niet heel strak. En de top is met een hoog halsje en hij is mouwloos. Daarom hebben we daar even leuk dat taupekleurige vest bij gedaan. Maar vind je dat nou te pittig of te heftig, zou ik zeggen? Dan kan je natuurlijk ook altijd de donkerblauwe broek van Studio Anneloes eronder aantrekken. Dat is natuurlijk ook prachtig zo. We hebben ook nog een andere top binnengekregen. En dat is de top met het ballonmouwtje. Die kan je natuurlijk ook weer heel mooi combineren met de broek die ik zelf aan heb. Ik hoop dat jullie voldoende hebben gezien. En ik zie jullie bij La Vie in Woudenberg.